denk dat mensen best wel willen investeren. Maar veel mensen hebben gewoon simpelweg het geld niet om hun woning op dit moment aan te passen om van het gas af te gaan. Voor 2040 volledig aardgasvrij. Dat wil de gemeente Amsterdam. Met het koplopersfonds van 02025 wordt het inwoners extra makkelijk gemaakt om hierin het voortouw te nemen. Amsterdammers met een goed idee kunnen zich tot en met vandaag aanmelden. Nou, het goede van zo'n fonds is dat het gedragen wordt door burgers zelf. Hè. Dus daarmee heeft het meer een gezicht en een soort warmte die een grote institutie als een gemeente of een woningcorporatie niet heeft. En hun procedures zijn veel simpeler, dus het kan sneller gaan. Die simpele procedures zijn belangrijk omdat de energietransitie tot nu toe veel obstakels kent. En er is een financieel probleem, hè, van hoe zorg je ervoor dat het betaalbaar is voor mensen om hun huis te vernieuwen. En er is ook wel een soort collectief actieprobleem. Hè. Hoe gaan we het organiseren? Hè? Er zijn mensen die het graag willen, maar er zijn ook veel mensen afwachtend. De mensen die graag willen, kunnen hun krachten bundelen bij het Koplopersfonds. En dat werpt ze vruchten af. Dat wij zelf dit fonds mogen beheren als community, als gemeenschap, geeft ons ook kracht en kennis en netwerk. Dus we leren zelf ook van elkaar. Dus het gaat eigenlijk veel sneller daardoor. En daarom worden deze initiatiefnemers ook wel koplopers genoemd. Ik ga gewoon uitzoeken hoe iets moet. Ik ga de weg vinden. Ik ga het voor het eerst doen. Dat is een koploper. Dus ik ga het als eerste halen. Maar om het als eerste te kunnen halen, moet je het ook kunnen betalen. Ik denk dat mensen best wel willen investeren. Maar veel mensen hebben gewoon simpelweg het geld niet om hun woning op dit moment aan te passen om van het gas af te gaan. Dus om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie, kun je een goed idee makkelijk aanmelden via een formulier. Je vult het in en binnen een maand, twee maanden heb je de uitslag en het geld op je rekening.